Wow! Holy shit! Oh, deze is echt mega groot! Yo, Nintendo fans! In de vorige aflevering van Pokémon Legend Arceus hebben we de Snowpoint Temple gefixt. En Braviary staat hier op ons te wachten. Nou ja, hij staat eigenlijk niet. Hij vliegt hier op ons te wachten, maar dat klinkt zo raar. Laat even weten of je deze serie nog steeds vet vindt. Drop het even in de comments en doe je duimpje omhoog. Ik ben heel benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd hoe ver we zijn. Ah, ik denk op 2/3 van de game ongeveer. Sabi, die staat hier op mij te wachten. En oh ja, ja, ja. Zag hem gaan, jongen. Ja, hij is zeker wel blij volgens mij. Oh, wat? Moet ik wel met Braviary battelen? In de vorige aflevering zei ik nog dat ik niet dacht dat ik met Braviary moest battelen, omdat ik dacht dat hij aardig was. Maar blijkbaar is hij helemaal niet zo aardig. Blijkbaar wil hij gewoon battelen. Komt hij opeens zo doen? Nou, ik had in ieder geval alvast een goede Pokémon vooraan gezet. Magnezone. Ik denk, ja, voor het geval dat, dan gaan we dat toch maar even doen. Braviary gaat zichzelf healen. Ah, oké. Dit is best wel easy. Kijk, want nu hebben we hem al. Oh, hè? Opeens was dat niet meer super effectief. Doet Roost dat? Zorgt Roost er dan voor dat je geen flying type meer bent opeens? Dat zou dan nog wel eens kunnen. In ieder geval, ik ga gewoon wel voor Thunderbolt. Ja, ik had hem gewoon in één keer moeten slopen eigenlijk. En dan kunnen we hem toch gewoon afmaken. Ja, ik wil je niet afmaken, want je bent mijn mattie, man. Je bent toch mijn mattie, Braviary? Nou, hij wilde me testen of ik het waard was. En blijkbaar ben ik het waard. Want we hebben gewonnen. En Sabi zegt, nah, ik kan niet geloven dat Braviary heeft verloren. Maar oké, bedankt voor het spelen met mij en ik ga nu lekker naar huis. Doei. Hé, wacht. Nee, ik heb de hulp van Braviary nog nodig. En Sabi zegt, ja, ik maak maar een grapje, jij lolbroek. Speel maar eventjes met de fluit. Ja, oké. Kan ik ook. Ik kan het zelfs zonder fluit. Daar gaan we. Ja hoor. En nog een keer, alstublieft. Dank u wel. Braviary keek met een schuin oog. Ja, en kan ik nu op jouw rug gaan vliegen, joh? Ja, hè? En we krijgen nog een luchtsteentje van hem. Ja, dankjewel. Hé, Adamant is van de partij die zegt dankjewel, Sabi. En Sabi zegt, ja, ik denk dat Braviary het naar zijn zin gaat hebben samen met Rickachu. En Adamant zegt, ja, en ik ben blij dat we met z'n allen kunnen samenwerken. Mensen en Pokémon. En hij vraagt zich nog steeds af of de Almighty Sinnoh boos is op ons. En hij wil de laatste Noble avondelijk gaan kalmeren. En dan hoopt hij dat het rift gewoon dicht gaat. En Adamant vraagt zich af waarom ik het precies ben die dit allemaal probeert op te lossen. En wat er is gebeurd. En hij besluit om bij me te blijven, want dan gaat hij misschien zelf de Almighty Sinnoh nog een keer zien. En Sabi zegt, ja, spring maar lekker hier naar beneden. En dan ben je zo beneden. Ja, oké, wel op de rug van Braviary dan, hè. Ik ga hier niet zomaar naar beneden lopen springen. Avalux Legacy is beneden. Ja, daar ergens. Ja, oh, dat is zeker die Avalux bij die... Oh, oké. Oké, nou, we gaan daar maar even naartoe dan. Let's go, Braviary! Dit is wel vet, jongen. Voor de allereerste keer volgens mij dat je kan vliegen op de rug van een Pokémon in een Pokémon game. Dit is wel... Dit voelt goed. Dit is echt super cool. Lekker naar beneden. En dit is de plek waar we moeten zijn. Even kijken hoor. We gaan even een onderzoekje doen nu. Wat is dit voor een mooie ijssteen? Mijn telefoon gaat af. En ik heb een stukje van het oneindige ijs gevonden. Oh ja, dat hadden we natuurlijk nodig hè, voor Avaluk. Hey, Garrick is hier en die begint te lachen en die staat nog steeds te squatten daar. Hij zegt, het is je gelukt. Je hebt het oneindige ijs gevonden. En dan geven we Garrick even het oneindige ijs. En hij respecteert ons omdat we zoveel moeite hebben gedaan. Hij twijfelt nog steeds, maar hij gaat wel echt de ultieme voorbereidingen doen om Avaluk te kunnen kalmeren. We moeten naar de Ice Peak Arena. En waar is dat dan? Oh, Garrick gaat naar beneden springen. Hij zegt, doe dit niet na, want je breekt je been, vriend. Tot de volgende keer. Ja, ik heb nu Braviary tot mijn beschikking. Dus ik ga zeker niet naar beneden springen als het ook gewoon zo kan. Kijk hoe snel je over heel dit land vliegt, joh. Wat nice. Oh, dit voelt echt heel goed. Hallo, mansions. Hallo. Hey, Volo. Ben je ook weer van de partij? Hij zegt, nou, als het Rickachu niet is. Een bekend gezicht. In deze verre uithoek van de Alabaster IJslanden. Ik kwam Garrick wat swordcaps brengen. En toen heeft hij me van alles verteld over Avalug. En Volo vraagt, heb je zin in de laatste roddels? Hey man, ik hou niet van roddelen. Hou die roddels lekker bij je, man. Gewoon normaal doen. Roddelen is niet goed, man. Dat moet je niet doen. Volo zegt, ja, maar ik wil gewoon vertellen wat ik heb geleerd. Ik ga het je sowieso vertellen. Ik zeg toch nee? Ik skip dit. Ik luister er niet naar.
Nee, ik ga niet luisteren. Nee, ik ga niet luisteren naar jou. Nee, hou je mond, Volo. Ik druk je weg. We gaan nu naar de arena. Let's go. Oké, ik ga je achterna. Oh, zag ik daar nou een Machamp? Oh ja, een Alpha Machamp. Oh nee. Ik heb deze rots kapot gemaakt, maar er komt een Pokémon uit. Ah, die kunnen we gelukkig met Flash kunnen alsnog pakken. Bim, Burgmaitje. Ah, kleine Burgmaitje. Kom, we gaan er ook eentje vangen. Kom maar, jongetje. Kom maar. Toppertje. Hatse flats. Even een steentje kapot maken. Zorua, dankjewel. Ik bedoel natuurlijk Zoroark. Ik ben nog niet gewend aan dat hij geëvolueerd is, joh. Deze baas blijft echt zo'n topper. What up, Garrick? Zijn we waar we moeten zijn? We zijn hier om Avaluk rustig te maken, zoals je wenst. Uiteindelijk heeft de kracht van jouw gevoel gewonnen. Of misschien komt jouw echte kracht wel door jouw band met mensen en Pokémon. Nu gaan we balms maken met het oneindige ijs. Ik weet hoe je die moet maken. En met mijn spieren zal het maar één momentje kosten. Is helemaal goed, jongen. Je sport totaal niet met je blote bast in de ijs. Maar oké, dankjewel dat je de balms hebt gemaakt. Ik waardeer het. Als je Avaluk wil kalmeren, loop door. Maar Avaluk zal allemaal ijs op jou gaan gooien. En je moet onwijs veel dodgen. Maar ik ga het toch doen. What? Dikke sneeuwstorm hier. Holy moly. Daar gaan we. Ah! Staan we gewoon op Avaluk of zo? Wow. Holy shit. Oh, deze is echt mega groot. Wat? Dit is wel heel vet hoor. Dit is super dik. Oh my gosh. Oh. Hier doorheen dodgen. Lekker. Oh. Hier doorheen. Auw. Oké, dit gaat sowieso fout. Ik kan ook niet zo goed zien waar ik naartoe moet. En ik probeer allemaal van die zakjes te gooien, maar ik raak hem amper. Ik kan er steeds twee proberen te gooien, maar ik gooi alles zo wat mis voor mijn gevoel. Rustig aan. Oh, wat is dit? Oh, oké. Oh, nee. Rustig. Deze Avaluk is helemaal gek geworden. Oh, ik ben ook Pokéballs aan het gooien. Nee joh, vandaar dat het niet lukt. Ik had een verkeerd knopje ingedrukt blijkbaar. Ik gooide mijn Pokémon op Avaluk. Nee, ik ga geen Pokémon gebruiken. Nee, ik blijf gewoon balms gooien. Let's go. Oh, hij gaat verder weg. Dat betekent dat ik nog hoger moet mikken. Maar dan zie ik niet meer wat hij aan het doen is. Wat gaan we nu doen? Oh, nee. Auw. Dit gaat fout. Dit gaat helemaal fout. Ik heb hem wel voor de helft al kapot, blijkbaar. Ik kan niet meer ontwijken. En toen waren we dood. Avaluk, dit is niet leuk. Dit is niet cool. Maar we kunnen gewoon de battle continuen. Dus ik snap het eigenlijk niet. Het maakt het wel heel makkelijk, denk ik. Oké. Ja, zie je? Kijk, nu hoeven we nog maar twee streepjes weg te halen. Oké. Daar gaat hij weer met zijn gekke sneeuwballen dingen. Avaluk, nu is het genoeg geweest. Ik ga gewoon weer dood. Ik was gewoon weer ook Pokémon aan het gooien. Ik ga gewoon... Waarom ligt er opeens stekelijs? Dit is niet te doen zonder continuen. Ik denk, ik dodge lekker, ligt er opeens ijs voor mijn neus. Maar ik snap het ook niet, want kijk, ik zou bijvoorbeeld hier kunnen staan. Maar dan kan ik hem toch amper raken? Of moet ik dan... Raak ik hem wel vanaf hier? Nee, zie je? Vanaf hier raak ik hem helemaal niet. Dus ik moet wel daarvoor staan. Alleen als je hiervoor staat, dan kan je amper zien wat je doet. Ik vind dit wel een beetje... Een overdreven battle, als ik heel eerlijk ben. Ik ben gewoon drie keer geraakt door zijn simpelste aanval. Ik blijf gewoon deze shit gooien. Ja, kijk, zie je? Dan moet het goed komen. Eindstand hoeft het ook weer niet zo moeilijk te zijn. Gooi hem op zijn bakkes. Dit was wel de moeilijkste van alle nobles, hoor, moet ik zeggen. Maar we hebben het gefixt. Avaluk is niet meer geel. Daar is hij. Ben je rustig? Ga je geen ijs meer op mijn hoofd gooien? Stop je ermee? Goed zo, we krijgen de ijsplaat van hem. En hij is weer verdwenen. Hij gaat weer in zijn 100-jarige slaap, denk ik. En Irida is ook gejoined en die zegt tegen Garrick dat hij niet zo sip hoeft te kijken. En Garrick zegt ja, maar Avaluk is rustig geworden. En door zo'n klein kind eigenlijk. Een kind dat uit de lucht is komen vallen. Is Rikachu misschien een monster die zich vermomt? En Irida zegt nee, Rikachu is geen monster. Hij is degene die zijn leven heeft geriskeerd om al deze Pokémon rustig te maken. En Irida zegt, ik weet dat jij daar zelf ook achter zal komen. Rikachu heeft ons zo much om te leren, zoveel om te leren. Hij heeft ons laten zien dat we alles kunnen overwinnen, zolang Pokémon bij ons zijn. Hij heeft mij en mijn Glaceon ook geholpen. En Garrick zegt, ik zie inderdaad dat je al veranderd bent. Adamant die zegt ook, nou, ik wist dat het je zou lukken. En daar is Sabi ook. Ja, die doet de dansje weer. We hebben de laatste
laatste boze nobel Pokémon rustig gemaakt. En Adamant die zei, ja, maar nu moet dat rift toch dichtgaan of wat? Waarom is dat rift nog niet dicht? Irida zegt, ja, ik snap het ook niet, maar hij lijkt wel wat kleiner. Adamant zegt, nou, het maakt ook allemaal niet uit zolang Rikachu maar hier is. En Irida zegt, inderdaad, zolang hij gewoon aan onze zijde staat, moet het allemaal wel goed komen. Weet je wat, Irida? We zullen het nooit eens worden wie de Almighty Sinnoh is, maar de Pearl Gland, die is nog niet zo slecht. Irida zegt, nou, kijk wie eindelijk bijgedraaid is. Niet dat zij ook even wat aardig zegt over de Diamond Clan of zo. We moeten terug naar Commander Kamado om te kijken wat hij te vertellen heeft. Eerst nog even die Gligar vangen. Kom maar, Gligar. Kom maar, jongen. Toppertje. En dan gaan we maar eens even kijken wat Kamado te vertellen heeft. Want in principe zit onze taak er nu op. We hebben alle Pokémon rustig weten te krijgen. Wat gaat er nu gebeuren? Hallo, Kamado. Hij zegt alle Pokémon zijn rustig geworden. Maar we weten nog steeds niet waarom dit onheil op ons af is geroepen. En waarom hebben we eigenlijk gedacht dat de vrede in Hisui weer zou terugkomen door deze mysterieuze helper die is geboren door de Rift? Heb je het nou over mij of wat? Morgen zal alles weer zoals normaal zijn. En eindelijk kunnen we weer terug naar ons normale leven. Ga maar lekker even happy eten. Maar het werk voor de Survey Corps is nog niet voorbij. Want onze mensen zullen moeten leren leven met Pokémon zonder dat ze bang zijn. Nou, nom 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 nom. Het is weer allemaal super lekker. Dankjewel voor het eten. Nakari zegt, we hebben nu eindelijk rust. Nu alle Pokémon rustig zijn. Nu kunnen we ons eindelijk focussen op het normale werk. De professor zei trouwens dat hij zijn twijfels had over dat we aanvallen rustig moesten maken. Maar ja, het zal wel goed zijn, zegt hij. Maar waarom is dat rift nog niet weg, vraagt iedereen zich af. Waarom is die hier nog? En als dat rift weggaat, gaat Rikachu dan ook weg? Nee joh, natuurlijk niet. Ik blijf gewoon gezellig hier. We hebben nog één ding te doen, zegt de professor. En dat is de Pokédex compleet maken. Oh, maar wat? Wat gebeurt er, jongen? Gigantische knal hier. Oh nee. Oh nee, het gaat zeker allemaal nog fout. We hebben een nieuwe missie en dat is inderdaad dat er een ongeluk is gebeurd. Wat is er gebeurd, jongens? Dat gaan we denk ik zien in de volgende video. Doe een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. Het lijkt erop dat we hem bijna uitgespeeld hebben, maar misschien toch ook helemaal niet. Ik zie jullie bij de volgende video. Mazzel!